Mozart, 1790. Een hoorspel geschreven door Allard Schreuder. Regie Hans Karsenbarg. Ah, madonna mia. Kom je luisteren hoe je ode aan de ontrouw klinkt. Maar bent u dat torwaard? Maar che cosa, ik schrok me dood. Slecht geweten, La Ponte. Ah, così, così, va bene, va bene. Ecco, sono felice dat er mensen zijn met nog beroerder geweten dan ik. Zo? Wie dan wel? Ma, ecco, guarda. Kijk maar eens in spiegel en denk dan maar eens diep na. Huh? Ach, laat dat denk ook maar zit. Dat wordt toch echt niente. Maar che cosa, hè? Hoeveel povere Italiani zangers heeft u vandaag al even impossibile gemaakt? Ah, dat ik dit nog mag meemaken. De nobele Abate da Ponte, die opkomt voor het stelletje Italiaanse kraaien en schorre nachtegalen van de hofoper. Grazie mille. Hoe heet het schatje dit keer? Het is toch niet onze Ferrarese? Hm? Ah, si, non è vero. Als ik het niet dacht, hè. Dat geluurd en loer door elk sleutelgat. Ik weet nu eenmaal alles wat er in dit theater gebeurt, da Ponte. Alles. Ja. Zelfs de ratten kan ik benamen. Ja. Maar, scusi, non capisci. Wat bedoelde u daarnet met mijn ode aan de ontrouw? Così van tutte. Die opera van jou en van Mozart. Bellissimo, hoor. Hoewel, ode aan de rotstreek zou ook geen slechte titel zijn. Maar laat dat dan op de affiche zetten. Twee kerels die voor een handvol zilverlingen hun verloofdes aan doordraaien. Hoe zijn jullie in vredesnaam aan dat misselijke verhaal gekomen? Daarop moet de dichter het antwoord schuldig blijven. Hoezo? Perché alleen zijn muze het antwoord kent. Onzin. Er is geen muze die zich met jou afgeeft. Oh, come gentile. Ik weet wel hoe je aan dat verhaal gekomen bent. Ik loop hier nou al heel wat jaartjes als revisor rond. En dan hoor je wel eens wat. En dan zie je wel eens wat. Snap je? Zei ik het niet, hè? Toch een voyeur. Van een libertijn als jij kun je van alles verwachten. Oh, certo, certo. Maar van Mozart, dat gaat zo de verkeerde kant op. Dat manneke is te eigenzinnig. Veel te eigenzinnig. En dan nog dit soort avontuurtjes op muziek zetten. Waar blijft de moraal? Torwaard. Torwaard. Ik beloof u. La prossima volta zullen uw avontuurtjes op la musica zetten. Cosa, ik zie het al voor me. Un bello castrato in de rolle principale. En een Eldin die er met de librettiste vandoor gaat. Allora, è originale, no? Je weet dat ik geen hoge dunk van je talent heb, da Ponte. Ah, crudele! Je bent en blijft een pro-poëet. En ik hoop voor jou dat de keizer niet aan zijn ziekte bezwijkt. Oh. Want ik weet heel zeker dat zijn opvolger jou niet moet. Ah. Sono perduto. Ah. Dat moeten we je nageven. Je hebt een indrukwekkend talent om vijanden te maken. Ecco, dan hebben wij toch iets gemeen, hè? Oh, mi dispiace molto. Un poco più d'eleganza, no? Voor we de zaal ingaan, uw pruik staat te scheef. Huh? Scusi. Bravo! Bravo!
Is dat jouw navigaantje dat we nog horen, de Ponte? Ze zit wel ruim in dat vlees. Sst, baas, nou, baas, dat silentje. Ik wist niet dat jij van muziek hield. Van roem, geld, en dikke prima donna's, ja. In die volgorde. Ik heb toch heel wat compositeurs in de orkestbak bezig gezien. Maar van deze Mozart kan ik niet goed hoogte krijgen. Ik ben geen liefhebber van zijn manieren, maar ook niet van zijn muziek. Te weinig divertissement, te veel affect. Je moet de mensen niet verontrusten als muzikus. Mensen, per favore. Jullie moesten eens iets echt leuks schrijven over een dokter, een apotheker of zo. Wie zijn die twee heren op de middelste rij? Kom op. A sinistra, links, is Buchberg en die andere is... Ach, wacht eens, is dat niet... Hoe heet hij nou alweer? Sì, certo, dat is hem. Questo signor si chiama Maestro Giuseppe Haydn. Ah, ik heb horen vertellen dat hij zonder werk komt te zitten. Omdat prins Anton van plan is een orkest op te doeken. Sì, sì, certo, certo, ma mi dispiace molto. Ik kan helaas niet langer van uw gezelschap genieten, Torwart. Er wordt op mij gewacht. Ik heb andere, come si dice, plichten. Ah, tedesco è tanto duro. Italiano molto più gentile. Arrivederci alla prossima volta, eh? Rondina, aspetta, va! Aspetti, dove va? Ik geloof dat zij muze Xantippe heet. Wat een kring. Perfect, Mozart. Als ik jou zo bezig hoor, durf ik geen noodopera meer te componeren. Vond u de muziek niet te geleerd? Ik bedoel, had het niet makkelijker gemoeten? U weet hoe ze hier in Wenen zijn. Wel, nee. Maak je maar geen zorgen. De muziek heeft gevoel en is met smaak gecomponeerd. Nou, ik ken die Weners. Of liever, ik ken ze niet. Anders wist ik wel waarmee ik ze in hun lange oren moest kietelen. Zullen we op de hoek een hapje gaan eten? Ik sterf van de honger. Ze hebben een goede tokaja. Ja, ik zou ook wel wat lusten. Even vragen of Buchberg meekomt. Waar is die nou ineens? De heer Buchberg vroeg mij te zeggen dat hij thuis verwacht wordt. Hij wist toch niet of hij vanmiddag zou komen? Oh, reken maar dat die hier vanmiddag is. Oh jee, daar heb je Torwart. Als die maar niet met ons mee wil. Wie is dat, die Torwart? Torwart gaat in dit theater over de Kreutzer, de Groschen en de intriges. Zijn pruik staat scheef. Terwijl ons leger tegen de Turken vecht, voert Torwart in het Boertheater een privéoorlogje tegen de Italianen. En daar Ponte is de generalissimo van het vijandelijke kamp. Hier langs. Anders iemand die zijn vak verstaat, die daar Ponte. Och, hij is zeker niet de slechtste van het stel. Maar hij begint niet meteen te keffen als je in zijn tekst knoeit. Dat mag dan wel in de courant. Ja, u zegt het. Weet u, Haydn? Opera is voor Da Ponte juist het middel om zijn naam in de couranten te krijgen. Daar is het hem alleen maar om te doen. En als een opera succes heeft, is dat natuurlijk te danken aan het poëtische genie van Lorenzo Da Ponte. Ja, verder is het geen behoorde kerel. Dat is inderdaad een goede toekaaier. Ze hadden hem zelfs niet vaak op Esterhazy. Ja, ik denk dat de Serenissimus van Esterhazy nog wel iets beters voorgezet kreeg. Welke Serenissimus bedoel je? De oude of de jonge? Beide. De oude prins hield wel van een goed glas. Maar van prins Anton weet ik het niet. Ik ken hem nauwelijks. In elk geval houdt u niet van muziek. Anders had hij zijn orkest niet te laat uitgestuurd. Ach, zo'n ramp is dat nu ook alweer niet. Voor mij tenminste niet. Voor het eerst van mijn leven ben ik vrij man. Ik heb geen enkele verplichting meer aan de Esterhazy's. Waar gaat u zich vestigen? Hier? In Wenen? Waarom zou ik in Wenen blijven? Het schijnt dat onze muziek in de rest van de wereld ook wordt gewaardeerd. Ga toch niet naar het buitenland? Ik kan nooit kwaad eens over de grenzen te kijken. Ze zeggen dat Parijs... Ach, Parijs. Daar hebben ze nou wel andere dingen aan hun hoofd met de revolutie. Mm-hmm. Trouwens, ik ben in Parijs geweest. Een jaar of wat geleden. Ik zeg u, je moet er achter je geld aan zitten als een wisselloper. Berlijn dan? Berlijn heb ik vorig jaar meer antichambres gezien dan in de rest van mijn leven. Ze zijn er niet slecht voor betalen, dat niet. Maar al die Pruisische officieren die horen liever een naakte zangeres dan een goeie.
Dan blijft alleen Londen over. Voel je iets voor Londen? Londen? Wat moet ik nou in Londen? Het schijnt dat onze muziek daar in de smaak valt. Ik ken daar niemand. Ja, dit is ver weg. Je bent bijna een jaar van huis. We hadden het er niet over of jij naar Londen of Parijs of Berlijn wilt, maar ik... Neem me niet kwalijk. Je hebt er dus al eens over nagedacht om naar het buitenland te gaan. Ja, wat u doet, naar het buitenland gaan, dat had ik moeten doen. Waarom doe je het dan niet? Waarom doe ik het niet? Nee, je hoeft het me niet te vertellen. Weet u, Heiden, er is iets geks met me. Op een of andere manier lukt het me niet meer mijn leven een andere wending te geven. Ik zit thuis, ik kijk uit het raam. Ik kan me nergens toe brengen. Het lijkt wel alsof alles stilstaat. Kun je ook niet meer componeren? Nee, dat is het niet. Ik kan het wel, maar het leidt tot niets. Mij mankeert niks. Ik eet goed, ik dirigeer mijn opera, ik ga biljarten, ik speel op de piano forte. Maar alles is grijs, wat helder wit of zwart had moeten zijn. De tijd, hoe moet ik het zeggen? De tijd zelf lijkt verlamd. Het is als lopen zonder vooruit te komen. Zoals pantomimespelers doen. Snapt u? Ja, zo ongeveer. Ik weet daarvoor net zo min een oplossing als jij. Ach, allemaal onzin. Als mijn Cosi van Toeten een succes wordt, dan gaan al die muizenissen vanzelf over. Succes is een middel tegen alle kwalen, vooral die kwalen hier, in je bovenkamer. Ik denk niet dat je er zo makkelijk vanaf komt, Mozart. Maar je opera zal een succes worden. Dat moet, want hij is prachtig. Laten we daar dan op drinken voordat we weer naar het theater gaan. Prachtig, prachtig. Je mag tevreden zijn over je werk. Dit is bepaald geen grijze muziek. Ah, dank u. Nou moet Weder het nog mooi vinden. Oh, een ogenblikje Poegberg. Poegberg, heb je nog even tijd? Als je even wacht, dan loop ik straks met je mee. Om nog even op ons gesprek van vanmiddag terug te komen. Wat ik me afvroeg. Heeft u al een aanbod uit het buitenland gekregen? Ja, het klonk zo... Ik wil alleen maar weten hoe of wat. Nee, zover is het nog niet. Maar zodra ik een goed aanbod heb, vertrek ik. En dan lijkt Engeland met meest in aanmerking komen. Oh. U laat ons dus echt in de steek. Mozart, laat ik eerlijk zijn. Ik geloof niet dat onze toekomst in Wenen ligt. Ze hebben hier muzici nodig zoals ze behangselschilders nodig hebben. Maar in Londen is dat anders, Mozart. Händel is er rijk geworden. Als Cosi een succes wordt, dan kunnen ze in Wenen niet meer omheen. Wat stel je daar maar van voor? Vraagt u me wat? Wat betalen ze in Londen voor een opera? Ik heb er geen idee van. Wat heb jij voor deze opera gekregen? Voor Cosi van Toeten. 200 ducaten en geen kreutzer meer. Salieri krijgt het dubbele. Hij is niet half zo goed als ik, al zeg ik het zelf. Geldnood. Al jaren. Moet u horen. Een half jaar geleden organiseerde ik een academie. Ik had allemaal nieuwe stukken gecomponeerd. Raad eens hoeveel mensen hebben ingetekend. 50. Koud. 30. Koud. Nog minder? 1.
Eén? Ja, en raad eens wie? Geen idee. De dikke baron. Ha. Van Zwieten, dat had ik kunnen weten. Daarom hangt er zoveel af van mijn opera. De naam Mozart moet weer op ieders lippen liggen. Ik moet iets hebben waarmee ik verder kan. Waarmee ik die grijsheid, die stilstand aan kan. Liefst zou ik ze met een Karwatse theater injagen. Maar ja, ze lusten Mozart niet meer. Mozart is niet meer à la mode, snapt u? Oh, voor ik het vergeet. Hoe is het met Constance? Ze moest van de zomer weer kuren. Hè? Hoe weet u dat? Hoe weet ik dat? Een kennis van mij kuurde ook in Baden, zodoende. Heeft u zeker ook de rest verteld, hè? Welke rest? Dat ze met enige heren wel wat al te vrij was. Ja, dat ja. Ik heb vaag iets gehoord. Ik heb natuurlijk gezegd dat ik niets van die praatjes geloofde. Ja, dat is aardig van u. Misschien waren ze wel waar. Nou, doe haar toch maar de groeten van mij. Ja, dat zal ik doen, ja. Ik moet nou gaan. Ik heb Poegberg al te lang laten wachten. Ja, natuurlijk. Ik zal je niet langer ophouden. En mocht ik iets uit Engeland horen, mag ik ze dan schrijven dat jij geïnteresseerd bent? Ach, waarom ook niet, hè? Ik wil wel eens weten wat ik ze waard ben. Het wordt een succes. Het wordt een succes. Al 7 voorstellingen met bijna volle zalen. Het wonder is geschied. Cousin is bij Wenen in de smaak gevallen. Ja, en iedereen maar denken dat Mozart niet meer à la mode is. Ha, Mozart is weer à la mode. Ik ben benieuwd hoe vol het straks in de middagvoorstelling zit. Ben ik nog gek? Is geen mens te zien. Nee, ik ben niet te vroeg. Ik ben veel te laat zelfs. Iedereen zit natuurlijk op mij te wachten. Gek. Ik hoor geen stemmen in de zaal. Even kijken. Rick? Niemand? In de orkestbak is ook niemand. Maar de muziek staat wel op de lessenaar. Hé, hey, waar is iedereen? Is dit een grap of zo? Oh mijn god, dit is geen grap. Dit kan geen grap zijn. Ik ben toch wel wakker. Waarom is hier niemand? Er moet een opera opgevoerd worden. Ik vreet me drek als ik hier wat van begrijp. Er is vandaag geen voorstelling. Jezus, maar wie is dat? Ik ben het. Torwart, goed dat ik u zie. Wacht, ik kom. Voorstelling is hier wel gek geworden. Torwart, waarom is er geen mens? Omdat er geen voorstelling is. Heb je het bord bij de hoofdingang niet gezien? Nee, ik was laat. Ik heb nergens op gelet. Waar is iedereen? De keizer is dood. De keizer is dood? Ja. Er is een officiële rouwperiode afgekondigd. Hoe lang het gaat duren, weet ik niet. Alle theaters zijn tot nader orde gesloten. Maar dat kan toch niet? Zo? En waarom niet? En mijn opera dan? Die zal voorlopig niet meer opgevoerd worden. Maar waarom niet? Omdat de zaal al bezet is als over een week of wat de rouwperiode erop zit. We hebben lang van tevoren afspraken gemaakt met andere gezelschappen. Die kunnen we niet zomaar afzeggen, mijn beste. Misschien dat we later in het jaar nog een gaatje voor je vinden, maar... Dit is toch het toppunt? Hoezo? Waarom heeft zo'n keizer niet het fatsoen om een paar maanden later dood te gaan? Zijn hele leven lang heeft hij zich als god zelf laten bewieroken. En wat blijkt nou? Hij krepeert gewoon als de eerste de beste bedelaar. En wie zit met de gebakken peren? Ik! Dat is toch de dolle blok? Mozart! Ik waarschuw je. Laat een beetje op je woorden. Ik denk er niet aan. Ik zeg wat ik wil. Ik heb een recht om kwaad te zijn. 800 gulden per jaar. Meer had die keizer van je niet voor me over. Voor 800 miserige gulden sta ik bij hem in de boeken. Ga maar nakijken. Ga maar nakijken. En kijk dan meteen voor hoeveel Salieri erin staat. Dat is om gek van te worden. Gek, gek, gek! Met zijn laatste daad op aarde heeft die mooie keizer van jou nog even gauw mijn opera om zeep geholpen. Wat moet ik nou? Ik leef nog. Al zou ik niet zo gauw weten waarvan. Ik begrijp niet waar je over zeurt, Mozart. Toen we die opera bij je bestelden, wilde je toch een bedrag ineens. Ach. Dat heb je gehad. Van de recette had je dus geen kreutzer meer gekregen. Het gaat niet om geld, het gaat om mijn naam. Als mijn opera een succes zou worden, dan zou iedereen weer weten wie Mozart is. Maak je daar maar geen zorgen over. Dat weten we heus wel. Meer dan ons lief is. Ach, en wat weten de heren dan? Wat voor vlees we met jou in de kuip hebben. Oh, nou, dat wil ik wel eens horen. En wie zijn die we trouwens? Mijn beste Mozart,
ik ben geen vijand van je, als je dat soms denkt. Maar het is een alom geconstateerd feit dat je je de laatste tijd steeds onmogelijker maakt. Bepaalde kringen zijn niet meer zo gecharmeerd van je optreden. Men vindt dat je je plaats niet kent. Wat? Ik ken mijn plaats, Torwart. Daar in de orkestbak. Daar is hij. Daar waar ik mijn opera's dirigeer. Maar als mij dat onmogelijk wordt gemaakt omdat een dode keizer belangrijker is dan mijn kunst, dan zeg ik je dit, Torwart. En dat mag je aan die zuffer je doorgeven. Lik me reet! Kijk, dat bedoel ik nou. Wolfgang, jongen, de dood houdt kennelijk niet van opera. Dat krijg je als je altijd over echte slagvelden rondzwerft. Als de dood van opera had gehouden, had hij de keizer wel met rust gelaten. Dan had hij zijn zeis in die eeuwige zandloper van hem bij de conciërge moeten afgeven. Want zulke wapens zijn verboden in de zaal. In het theater zijn wapens van karton. Dan staat de tijd stil als de muziek speelt. Zo was het. Nu heeft de tijd mijn muziek stilgezet en wie weet mij ook. Wolfgang Amadee Mozart, het is weer zover. Het moment is weer aangebroken om een bedelbrief aan Poegberg te schrijven. Of die alsjeblieft wat kan voorschieten. Het water staat me aan de lippen, waarde broeder, net als bij Weile Tantalus. Alleen ik wil geen water, broeder Poegberg, maar geld. Broeder Mozart dorst naar geld. Jouw geld. En hij belooft het eerlijk terug te geven op Sint-Juttemis. Jezus. Poegberg heeft toch genoeg geholpen. Ik ga maar in koffiehuizen spelen om aan de kost te komen. Of serenades geven. Het zal ook alweer mislukken, omdat ik te weinig de lakei uithang. Het zullen de tortelduifjes zijn. Het werd anders tijd. Wolfgang, oh, wat doe jij hier? Moet je niet in de opera zijn? De middagvoorstelling is toch al lang begonnen? Er is geen voorstelling. Geen voorstelling? Nee, geen voorstelling. En zo verdwijnt ook de veelbelovende opera Così fan tutte van de eens zoveelbelovende heer Mozart in de archiefkast, waar al zoveel veelbelovende werken van dito compositeur terechtgekomen zijn. Mislukking? De opera liep toch goed? Bij elke voorstelling zat de zaal vol. Meneer Susmaier, als een keizer sterft, zijn de theaterzalen leeg. Waarom, meneer Susmaier? Omdat er geen opera's opgevoerd mogen worden. Het land is namelijk in rouw, meneer Susmaier. Wat? De keizer dood? Ja, mors dood. Waar hebben jullie in vredesnaam gezeten dat je dat niet weet? De hele stad weet het. Hebben jullie dan het ellendige gebeier de hele middag niet gehoord? We dachten dat ze de klokken luiden vanwege de dood van prinses Elisabeth. Prinses Elisabeth is gisteren overleden, meneer Susmaier. Vandaag was het de keizer en zo komt iedereen eens aan de beurt. Kapitel? Als hij in zo'n bui is, ga ik liever. Ja, ga jij maar. Of wacht, loop als de bliksem langs het Boertheater en haal mijn opera van de lessenaars. Straks trekt iemand de bladmuziek nog achterover om hem te bewerken en aan blazers te verkopen. Parasieten genoeg op de wereld. Goed, goed. Ik loop er wel even langs. Tot morgen. Nee, wacht. Ik ga zelf wel. Wie weet ben jij ook wel een van die parasieten. Wolfgang, je bent niet aardig. Waarom zou ik? Laat hem maar, Constance. Ik kan er wel tegen. Tot morgen. Tot morgen, Mozart. Ik heb je helemaal niet horen thuiskomen. Waarom lig je op bed? Ik had hoofdpijn. Hebben ze je in het theater verteld hoe lang ze dicht blijven? Nee, het theater was gesloten. Ik kon er niet in. En je muziek dan? Je was toch bang dat ze het zouden pikken? Ach, wie wilde nou muziek stelen voor een opera die niemand heeft kunnen horen? Oh. Is er geld in huis? Er staat een wisseloper aan de deur. Nee, geen grosje. Laat hem een andere keer maar terugkomen. Niet dat ik hem dan wel kans geef. Heb je Poegberg al geschreven of je wat wil voorschieten? Nee, en dat ben ik ook niet van plan.
Die brave borst heeft al zoveel bedelbrieven van me gekregen dat hij ze in 3 dikke delen kan laten inbinden. Altijd als er eens geen geld in huis is, dan schrijven we Poegbeek toch. Geen geld, geen nood, Poegbeek trekt zijn beurs wel. Ik verzin geen smoesjes meer om hem met geld uit de zak te zeuren. Weet je eigenlijk wel hoeveel we hem al schuldig zijn? Nee, jij? Nee, eigenlijk niet, nee. Veel, denk ik. Wat denk je te doen om aan geld te komen? Een academie organiseren? En dan weer de kans lopen dat alleen Van Swieten komt opdagen. Nee, bedankt. Hoe wou je dan aan geld komen? Haydn beweerde dat er voor ons in Engeland genoeg te verdienen viel. Hij zei dat in Londen... Maar we hebben het geld nu nodig in Wenen. Als jij het in Engeland wil halen, mij best. Ik blijf hier. Dus jij blijft hier als ik naar Londen ga? Ga je dan naar Londen? Misschien. Wie weet. Maar jij zou dan niet meegaan? Je vond het toch ook niet erg dat ik niet meeging naar Berlijn? Als ik naar Londen ga, blijf ik langer weg dan een paar maanden. Je gaat niet, zei je net. Stel dat ik ga, ga je dan mee? Je weet dat ik me nog steeds niet gezond voel. Ja, als je je gezond voelt. Dat weet ik niet. Voorlopig hou nog op. Zou je veel aan gelegen zijn om ziek te zijn als ik naar Londen ga? Of God weet waar naartoe. Nou, ik weet nou tenminste waar ik aan toe ben. Jij blijft liever hier bij de mensen waar je echt wat om geeft. Ik heb geen zin om hierop in te gaan. Laten we over iets anders praten. Bijvoorbeeld hoe we aan geld komen. Ik moet straks om 5 uur een les geven bij Hofdemel. Ik vraag wel of ze meteen kunnen betalen. Heb je haar al verteld dat je naar Engeland gaat? Over wie heb je het in vredesnaam? Over dat mens van Hofdemel. Ach, dat is toch niks. Dat weet je toch. Als het echt niets is, dan ligt dat niet aan jou. Hij is zo flauw. Hoe kom je aan die wijsheid? Moet je dat gezicht zien? Sommige dingen kun jij nou eenmaal niet verborgen houden. Potsappement. Pestkop. Wat doe je? Wat doe je? Wie zegt dat ik niks verborgen kan houden? Als ik naar Londen ga, dan neem ik je stiekem mee. Dan verberg ik je zo door je rok over je hoofd te trekken. Anton Stadler voorstellen. Meester klarinetist, meester paljas, meester kroegloper en meester vriend. Dat is een hele hoop. Het is een eer kennis met u te mogen maken. U speelde prachtig. Ik ben zeer vereerd, maestro. Zeer vereerd. Maar of mijn klarinet er ook zo over denkt. Oh, wat heeft uw instrument dan tegen mij? Hij vindt dat hij veel te weinig in uw muziek voorkomt, magister Haydn. Dat vindt hij eigenlijk maar zo-zo. Ik begrijp het. Uw klarinet heeft gelijk. Ik heb nauwelijks iets voor hem geschreven, maar dat lag niet aan het instrument. Niet? Nee. Het lag aan de kerels die erop moesten spelen. Klonk altijd vals op die dingen. Dat kan ik me voorstellen. Als ik Stadler zo met zijn rode kop op dat eindhout zie sabbelen, dan denk ik wel eens, het is al een godswonder dat hij er geluid uit krijgt. Ik merk het al, mijn kunst wordt hier niet begrepen. Als jullie me willen verontschuldigen, ik zie dat ze iets lekkers hebben laten aanrukken. Een voortreffelijk muzikus. Ik zou hem maar een beetje op afstand houden. Anders moet u nog een concert voor opschrijven. Is dat dan zo erg? Hij is niet van plan daarvoor te betalen. Dat ken ik, ja. En heeft u al iets uit Engeland gehoord? Jazeker. En? Ze vroegen naar jou. Naar mij? Ja.
Is dat zo gek? Nee, maar... Maar ik bedoel, hebben ze u dan geen aanbod gedaan? Jawel. En wat heeft u ze geantwoord? Dat ik erover na zou denken. Maar ik geloof wel dat ik erop inga. U gaat dus naar Londen. Wanneer? Weet u dat al? Nee, dat staat nog helemaal niet vast. Maar wat ik je nog zeggen wilde... Degene die jou geïnformeerd heeft, heet O'Reilly. Hij is de baas van de Italiaanse opera in Londen. Signor O'Reilly, per bacco. Nee, even serieus, Mozart. Via Salomon hoorde ik dat hij te vertrouwen is. Salomon, wie is dat nou weer? Dat is de impresario met wie ik zaken ga doen. Mozart, je ziet bleek. Voel je wel goed? Ja, ik voel me best. Het koude zweet brak me even uit. Ik zag mezelf alweer in zo'n ellendige koets zitten. Alleen. Hé, hey, Mozart! Iedereen wil nog eens dat stuk uit het andante van je trio horen voor hij vertrekt. Ja, ik kom. Wat moet ik wel doen? Met Engeland bedoel ik? Niets. Ze hebben alleen maar naar je geïnformeerd, dat is alles. Maar als O'Reilly bij je aanklopt met een goed aanbod... dan vind ik dat je het echt in overweging moet nemen. Ja, natuurlijk. Maar ik kan nog niet weg hier, ziet u. Ik... Mozart, waar blijf je nou? Ik kom al. Je speelt alsof je een bezemsteel in je handen had. Je bent niet dronken, of wel? Ach, nee. Het kwam door iets wat Heide me vertelde. Wat dan? Iets bijzonders? Nee. Ja, eigenlijk wel. Hij heeft contact met Londen. Ze hebben hem een aanbod gedaan. Ik dacht dat hij het wel zou aannemen. Moet jij toch niet ondersteboven van te zijn? Ze hadden ook naar mij geïnformeerd. Kijk je nou zuur? Voel je niet gevleid dat ze bij die barbaren daar weten wie Il Grande Maestro Tedesco is? Jawel. Je bent een jaar van huis, zeggen ze niet meer is. Londen ligt niet om de hoek. Ah, daar zit hem de kneep. Ik heb zomaar voor de grap al eens een balletje bij Constance over Engeland opgenomen. En? Ze gaat niet mee, zegt ze. Neem Suus Meijer mee. Komt ze hier vanzelf achterna. Ach, van dood. Het spijt me. Ja. Ik heb het probleem wel een beetje cru gesteld. Maar daarom is het niet minder waar wat ik zeg. Laat maar zitten. Snap je nou waarom ik er net even mijn kopje bij heb? Ja. Als je naar Engeland gaat, verdien je geld. Maar ben je Constance kwijt. Als je in Wenen blijft, blijf je gewoon platzak en in mineur. En het is nog maar de vraag of Constance je eeuwig trouw blijft. Ik kan het niet loslaten. Ik hou nog eenmaal van die vrouw. Zoals je van alle vrouwen houdt. Nee, die anderen die zijn episodes. Die komen opzingen hun aria en die gaan weer af. Dat is alles. Constance is mijn hele leven. Dat kan wel zijn, Mozart. Maar we leven in een tijd waarin de vrouwen vinden dat ze ook wel een beetje libertijnser mogen zijn. En per slot van rekening is hun lol ook de jouwe. Ja, Constance is de moeder van mijn kinderen. En jij een vader. Wat als ik te beloof dat ik voortaan als een keurige echtgenoot bij haar aan de ketting blijf liggen? Die is goed. Hoe heet dat schattige leerlingetje ook alweer, dat je morgen moet lesgeven? Maria Hofdemel. Zie je? Snap je wat ik bedoel? Ach, jij ook altijd. Eigen schuld. Eigen schuld, wat nou weer? Had je Haydn maar niet moeten waarschuwen dat ik bij hem om een gratis concert zou gaan zeuren? Stik, ik dacht dat je het niet meer kon horen. Ik heb goede oren. Je kan het nog goed maken. Ah, wedden dat ik nou dat concert voor jou mag schrijven? Voor niks, natuurlijk. Mozart, hoe weet je dat? Ja, dat leg ik je nog wel eens uit. Het moet door onze innige vriendschap komen. Vast. Is er wat? Zou er wat zijn? Je schrijft de laatste tijd niet veel meer, hè? Nee. Gaat het wel weer over?
Ik zou me maar geen zorgen maken over dat concert. Ah, nu we het er toch over hebben. Als je nu toch een concert voor me gaat schrijven, schrijf er dan een voor mijn nieuwe bassetklarinet. Bassetklarinet? Wat is dat nou weer voor een ding? Dat zal ik je uitleggen. Moet je horen. Precies. Dat klonk al ergens naar. Maar mag ik u zeer wel edelhoog vereerde mevrouw Maria Hofdemo erop wijzen dat de componist in deze maat 3/8 noten heeft geschreven en niet de 3/16 die uw poezelige vingertje speelde? O jee, het spijt me, hoogvereerde herr kammercompositeur, dat ik het alweer fout heb gedaan. Wat voor vreselijke straf heb ik nu verdiend? Eens kijken. Wat is de straf waar de leermeester het meeste plezier aan beleeft? Oh, niet zo'n soort straf. Gewoon vingeroefeningen. Dat is precies wat ik bedoel. En niet die vingeroefeningen, Wolfgang Amadee Mozart. Nou goed, eigen schuld. Dan veroordeel ik je het Allegretto te spelen zonder een enkele onderbreking. Wat flauw, ik heb het Allegretto nog niet goed kunnen instuderen. Ja. Ik heb zo weinig tijd gehad. Of Demel had deze week zijn collega's van de kanselarij te dineren en daarna nog die trouwerij laat van maar, mijn... Laat maar, je hoeft je niet te verontschuldigen. Ik weet heus wel dat die papierscheiters van je man meer voor je betekenen dan de edele kunst van het pianofortespel. Wolfgang, je weet dat het niet zo is. Ja. Bovendien heb ik tijdens het diner je belangen goed in de gaten gehouden. Hè? Hoe dan? Door mijn oren goed open te houden. En wat hoorde je? Dat ze aan het hof een tweede kapelmeester zoeken. Een tweede kapelmeester, naast Salier? Ja. Dat is een functie voor mij. Maar voor Salier ben ik niet bang. Bedankt voor de moeite, Maria. Het is alleen jammer dat ik naar Engeland ga. Naar Engeland, zomaar ineens? Nee toch? Je maakt toch een grapje? Ik ben blij dat er tenminste één wil dat ik hier blijf. Wolfgang, ben je serieus? Er staat tegenover dat er ook maar één is die om me treurt als ik mijn biezen pak. Is het echt waar dat je naar Engeland gaat? Huh? Wel nee. Nog niet tenminste. Ik beloof mezelf nu plechtig dat ik hier in Wenen zal blijven zolang er één is die dat wil. Zo goed. Wolfgang, als je vindt dat het goed is voor je carrière, moet je je niets van mij aantrekken. Ik wil je niet tegenhouden. Begin jij nou ook al? Voorlopig blijf ik hier. Ik zou niet weten wat ik in Londen moest doen. Ik weet niet eens wat ik in Wenen moet doen. Schrijf dan een verzoekschrift voor die functie van tweede kapelmeester. Ja, misschien doe ik dat wel. Kom, laten we het stuk nog eens doornemen. Wolfgang? Ja? Wil jij het me nog eens voorspelen? Ja, goed dan. Schrijf maar op. Nee, blijf maar zitten. Kom maar naast je zitten. Nou, dat is toch veel gezelliger. En dan kan je meteen goed zien hoe de maestro het doet. Ga je gang maar. Op de piano. Koninklijke Hoogheid, met alle uw verschuldigde eerbied veroorloof ik mij u om een voorspraak te verzoeken naar aanleiding van het verzoekschrift dat ik bij Zijne Majesteit de Koning heb ingediend. Het verlangen me een naam te verwerven, liefde, werklust en de overtuiging over de benodigde kwaliteiten te beschikken, hebben mij daartoe gebracht mij beschikbaar te stellen voor de functie van tweede kapelmeester. Ja, dat kan er mee door. Eens kijken. Te meer daar de overigens zeer onderlegde kapelmeester Salieri zich nooit heeft bezig gehouden met kerkmuziek, terwijl ik mij daarin van jongs af aan al goed thuis voel.
De zeer onbelichte kapelmeester Salieri. Hoe krijg ik het uit mijn pen? Stoor ik? Nee. Wat ben je aan het doen? Waarom liggen hier overal proppen papier? Ik ben een brief aan het schrijven. Oh? Een sollicitatiebrief. Ik wil collega van Salieri worden. Oh, mag ik hem lezen? Ja, alsjeblieft. Oh. Maar daar kwam je toch niet voor? Nee. Thorwart stuurde een jongen langs. Of je vanmiddag even bij hem langs wil komen in het Borgtheater. Zeg, waarom richt je deze brief van aard? Zij toch Frans? Die gaat toch niet over zulke benoemingen? Volgens Da Ponte is dit de slimste weg om iets aan het hof te bereiken. De aartshertog heeft overal een flinke vinger in de pap, na het nieuwe hof zich nog niet geïnstalleerd heeft. Als Da Ponte het zegt, hij weet dat soort dingen altijd. Als ik word aangesteld, dan zijn we voorgoed uit de zorgenstelsel. Dan hebben we geen last meer van schuldeisers, van wissellopers en Engelse impresario's en pianoleerlingen met twee houten vingers. Dan zijn we tenminste weer iemand in Wenen. Zou je niet eerst die brief afschrijven? Dan krijg ik eindelijk de rust om iets te schrijven. Geen hendelbewerkingjes meer voor van centen. Geen speeldozenmuziek meer. Waar ga je naartoe? Naar Thorwart. Ik ben benieuwd wat hij van me wil. Oh, misschien een nieuwe opera. Ah, dan zeg je zo. Stassie. Wie weet zit het vandaag weer eens mee. Tot straks. Goedemiddag, Mozer. Zit Thorwart in zijn heiligdom? De herrevisor is aanwezig. Ga maar vertellen dat ik er ben. Jezus, Marie, wat een herrie. Zijn ze aan het repeteren? Een opera van Salieri. Salieri? Een hoop noten. Bijna allemaal verkeerd. Maar er zal er wel iets diepzinnigs in het libretto staan. Dat moet bij Salieri altijd luid. Vulsel voor lange oren. Arme Salieri. Als schrijft hij per ongeluk goede muziek, dan zal ik er nog niks aan vinden. En waarom? Omdat het een dogma in de Mozartkerk is dat Salieri geen goede noten kan schrijven. Daarom. Waarschuw u, hij heeft meneer Da Ponte op bezoek. En die twee zijn water in de muur. Dank je, Mozer. Groetjes aan vrouw en kinderen. Dank u wel, meneer. Buongiorno, Lorenzo. Gezellig aan het babbelen? Ah, Mozart. Amico mio carissimo. Misschien kan je deze cretino tot reden brengen. Zou je voor één seconde die raten van je... Ah, raten. Wel, Torbert, gaan wij een nieuwe opera op stapel zetten? Hoe kom je daarbij? Ik dacht om... Ik bedoel omdat Da Ponte hier ook is. Oh, daar moet je geen conclusies aan verbinden. Die zul je hier weldra nooit meer zien. Maar waarom wilde u me dan spreken? Over 3,5 à 4 maanden, de precieze datum hoor je nog wel, word je in Frankfurt verwacht om de kroningsfeesten van Zijne Majesteit op te luisteren met een paar concerten. De bijzonderheden krijg je nog wel op schrift. Wat? En waarom doe je zo verbaasd? Je bent toch kammercompositeur aan het hof? Ja, en? Het hele hof verhuist voor de keizerskroning naar Frankfurt. Dus ook Zijne Majesteits kammercompositeur, snap je? Jood, ik dacht nog wel dat het me nou eindelijk weer eens mee zat. Ik heb ook nog wel goed nieuws voor je. Volgende maand nemen we Cosi van Toeten nog een paar keer op het programma. Het is iets en niets, want ik krijg geen kreutsel meer voor die opera. Wil je me nu verontschuldigen? Ik heb het druk. Loop je zo ver mee naar Ponte? Ah, tjere, toch een molto piacere. Tot ziens, Thorwart. Tot ziens, Jure.
schrijf een brief aan aartshertog Frans, zoals jij me aangeraden hebt. Kom, aan aartshertog Frans? Wat voor brieven? Voor die plaats van tweede kapelmeester aan het hof. Ah. Als ik dat baantje heb, dan ben ik niet meer van Torwarts gunst afhankelijk. Ah, je kunt het proberen, maar het hof is tegenwoordig even onberekenbaar als het weer. Ja, ik snap het. Hm. Waarom zaten jij en Torwart elkaar eigenlijk in de haren, Lorenzo? Kijk, kwaai. Ik heb mee, kom eens een ditje, in de nesten gewerkt, Mozart. Wat heb je dan uitgesproken? Allora, ken je de Marchese del Garda? Nee. Nee. Niks aan verloren. Hij dacht me met 50 gulden af te kunnen schepen omdat ik hem uit de brand heb geholpen met die welkomstcantate voor de nieuwe imperatore. Maar hij zag in dat hij fout was. En om het goed te maken gaf hij mij zijn horloge d'oro. Maar tutto in un orologio brio, hè? Va bene. Een dingetje van, maar 500 gulden. Zo. Maar ik cretino, geef dat ding aan mijn nachtegaaltje. Als een aardigheidje. Heb je dat horloge aan La Ferrarese gegeven? Sì. En dat loeder liet dat ding natuurlijk aan iedereen zien. Allora, Del Gallo was diep beledigd toen hij dat merkte. Maar aan het hof kan ik mij nu niet meer laten zien. En nu ziet de Torwarte zijn kans schoon om mij impossibile te maken. Maar dat zal hem niet graag zitten. Ik weet precies hoeveel overheidsgeld hij de laatste jaren in zijn zak heeft gestopt. Maar ik krijg ze wel. Ik zal in pamfletten schrijven waarvan ze, come si dice, blik om de neus worden. Nico, jij luistert toch wel naar mij, Nico? Kan die ellendige muziek niet ophouden? Ik hou het niet meer uit, laten ze ophouden! Mamosa, aspetti, aspetti! Stancy? Mm? Ik kan niet slapen. Ik wel. Gek. Ik stond vanavond voor de legkast in de kamer. Ik keek naar al die vellen muziek. Ineens kon ik me geen noot meer herinneren die ik daar had neergeschreven. Ga toch slapen. Morgen vroeg moet je om 7 uur bij het poststation zijn. Of wil je dat ze zonder jou naar Frankfurt vertrekken? Weet je waaraan ik daarnet dacht? Nee. Weet je, Stancy, muziek bestaat niet echt. Heb jij ooit iemand horen roepen? Oh, die Mozart, die heeft me jaren geleden toch een mooi concert gegeven. Dat draag ik nog altijd bij me als een kostbare schat. Dat kan niemand me afnemen. En dan tilt hij zijn pruik een eindje op en dan zegt hij, kijk, hier zit het concert. Deze bult, ziet u? Dat is niet zo mal. Denk jij dat iemand ooit zoiets zal zeggen? Een oor. Weet je wat een oor is? Eén groot vuilnisvat waarvan alles ingaat. Muziek van knoeiers, kanaries, gekrijs van straatzangers, kattengejank, valse knapenkoren, lekke orgels, straatlawaai, onweer, kanonschoten, weet ik wat nog meer. Na een halve mensenleeftijdstantie heerst er in al die koppen een complete cacophonie. Op die vuilnisbelt komt mijn muziek terecht. Niemand die daar iets van terugvindt. Maar in je hoofd klinkt het toch zoals je wilt. In mijn hoofd? Daar is het leeg. Een kil. Dit is de eerste reis die ik maak zonder dat ik er speciaal iets voor heb geschreven. Ik zal die adellijke hansworsten gewoon met oude koek voorspelen. Die lange oren merken er toch niks van. Ik kan net zo goed een prul van Emmanuel Hampelstrom spelen of van Nepomuk Prillewitz. Geen mens die het merkt. Weet je, Stancy, ik zou eigenlijk een klak moeten organiseren. Wat is dat nou weer voor onzin? Je moet ervoor zorgen dat er stroopsmeerderige artikelen over je in de couranten verschijnen. Hé, hey, Jakkes, je lijkt dat Ponte wel. Moet ik het dan zomaar over mijn kant laten gaan? Als ze het in de courant wel over mijn lange neus hebben en niet over mijn muziek.
Lees jij ooit iets over de neus van Da Ponte? Nou? Ja, terwijl die echt een kokkert heeft. Je hebt mensen nodig die je belangen voor je in de gaten houden. Altijd als er wat gaande is. Salieri komt sowieso weer iets aan het bekokstoven zijn. Dan ben ik de laatste die het hoort. Tenminste, ook nog via die sukkel van een zus, Maya. Waarvan een mens ook niet weet in hoeverre die te vertrouwen is. Met vrouwen in elk geval niet. Wat wil je daarmee zeggen? Verstaan ze? Ja. Wat doe je als ik weg ben? Wat bedoel je daarmee? Gewoon als ik weg ben. Wat doe je dan de hele dag? Aan jou denken. Het zal wel. Ga je nog naar baden als ik weg ben? Weet ik niet. Als ik me niet lekker voel. Als je gaat, dan wil ik dat je... Dat ik me maak? Dat je niet te vrij bent met allerlei lui die daar rondhangen. Hoor eens. Ja, natuurlijk zijn het allemaal aardige, beschaafde heren. Maar ik ben de enige die jou aardig mag vinden. Goeie hemel. Je bent echt jaloers. Jaloezie, nee. Het is geen jaloezie. Als er vreemden in ons leven gaan meedelen, worden wij vanzelf ook vreemden voor elkaar. En dat wil ik niet. Jij wordt nooit een vreemde voor me. Wolfje. Nee. Welterusten dan. Wolfgang. Ja? Welterusten. Welterusten, Stanzi. Frankfurt am Main, 28 september 1790. Allerliefste Constance. Het is nu 1:00 PM. We zijn zojuist in Frankfurt aangekomen. We hebben dus maar 6 dagen over de reis gedaan. Ik ben vastbesloten om hier mijn werk zo goed mogelijk te doen. Daarna hoop ik zo snel mogelijk weer naar huis te kunnen gaan. Naar jou. Ik wil weer aan de slag. En wel zo dat ik niet meer door stom toeval in zo'n miserabele toestand terechtkom als nu. Mijn allerliefste vrouwtje. Ik wou dat ik een brief van je kreeg, dan was alles weer goed. Ik weet niet of je in Wenen of Baden bent, daarom stuur ik deze brief maar naar de Hovers. Ik verlang naar je als een klein kind. Als de mensen in mijn hart zouden kunnen kijken, zou ik me bijna schamen. Alles laat me koud. Steenkoud. Ik heb me voorgenomen meteen het adagio voor de klokkenmaker te componeren, zodat ik mijn vrouwtje wat dukaten in handen kan spelen. Elke dag werk ik eraan. Maar telkens leg ik het weer terzijde, omdat het me verveelt. Straks is het met mijn rust gedaan. Er wordt al aan alle kanten aan me getrokken. En ook al komt het me helemaal niet gelegen overal acte présence te geven om het te laten bekijken. Ik zie in dat je onder dat soort dingen niet uit kunt. En laat het daarom in godsnaam maar over me heen gaan. Beroemd, bewonderd en geliefd ben ik hier zeker. Overigens zijn de mensen hier nog grotere geldwolven dan in Wenen. Ik zal blij zijn als het allemaal voorbij is. Als ik in Wenen hard aan de slag ga, kunnen we samen een prettig leventje leiden. Niets kan me daar meer van afbrengen. Behalve een goede betrekking bij een of ander hof. Oh ja, morgen is de kroning.
Vanochtend om 11:00 was mijn concert. Wat het applaus aanging, kon het niet beter. Maar wat het geld betrof, was het aan de magere kant. Ik had de pech dat een of andere prins een groot déjeuner hield. Bovendien waren de troepenmanoeuvres. Zo was er alle dagen dat ik hier was wel iets dat tegen zat. Ondanks alles was ik zo goed dat ze me dringend verzochten zondag nog een academie te geven. Maandag reis ik terug. Uit je brieven maak ik op dat je nog geen brief van mij uit Frankfurt hebt ontvangen. Terwijl ik er toch al 4 heb geschreven. Ik krijg de indruk dat je meent dat ik niet veel zin heb om je te schrijven. Ik heb daar heel verdriet van. Je kent me toch. Oh God, je hoeft maar half zoveel van mij te houden als ik van jou hou. Dan ben ik tevreden. Beste Stadler, alles is achter de rug. Ik ben nu via Mainz, Mannheim, München en Linz op de terugweg naar Wenen. Van dit reisje heb ik geen verbetering van mijn positie te verwachten. Het waren de echte liefhebbers die met mijn muziek waren ingenomen. De noblesse keurde me nauwelijks een blik waardig. Met koetsen vol zijn ze hier aangekomen. Graven, hertogen, prinsen en wat verder nog meetelt in de wereld. Het is dégoûtant om te zien hoeveel pronk en praal hier naartoe is gesjouwd om al die leeghoofdigheid mee op te tuigen. Voor de muziek is dit een slecht oord en een slechte tijd. Haydn zat er niet ver naast toen hij zei dat we niet veel beter zijn dan de behangselschilder of de pasteibakker van het hof. Ik heb er genoeg van met snuifdozen of horloges te worden afgescheept. Er moeten andere tijden aanbreken. Of ik me daarin thuis zal voelen is weer iets anders. We horen hier de verschrikkelijkste berichten uit Frankrijk. En je struikelt hier over berooide Franse noblesse die door de sans-culotte van hun bezitters verjaagd. Dat is mijn publiek. Potsapperment, ik geloof dat ik voor de toekomst een ander publiek moet zoeken. Dat doet me eraan denken dat Chicaneder me al een paar maanden geleden gevraagd heeft of ik met hem in zee wil gaan. Het Freihaus Theater is niet zo voornaam als het Burgtheater. Maar wat geeft het? Daar komen de mensen voor de opera. En niet voor zichzelf. Voor die mensen wil ik componeren. Hast du nicht Liebe zu bemessen? Im Leben jeder Kreatur. Zeer vereerde Haydn. Ik had weinig gelegenheid u te schrijven. Na mijn terugkeer hoop ik u zo spoedig mogelijk te spreken. Ik wil alles van u horen over uw Engelse plannen. Voor de muziek waren de kroningsfeesten een zeer middelmatige aangelegenheid. De kroningskantate was geschreven door ene Beethoven. Zou dat dezelfde zijn die een paar jaar geleden bij ons in Wenen op bezoek was? Het werk zelf heb ik niet gehoord. Want compositeurs van muziek worden niet bij een kroning toegelaten. Al weet ik zeker dat Salieri er wel was. Waar die wel zat? In zijn gewone verblijfplaats. Veilig in de aars van zijn meester. Da Ponte, caro amigo. In Schwetzingen, dat nest ligt bij Mannheim, is jouw kunst niet meer gevraagd. Ze hebben daar de Figaro in de Duitse taal gegeven. En ik moet zeggen dat het resultaat een goede indruk maakte. Oh, poveri poeti italiani. Voor de functie van tweede kapelmeester is de voorspraak van aartshertog Frans aan het hof niets waard gebleken. Ik hoor dat zijn invloed op zijn retour is. Alles en iedereen laat zijn oren hangen naar Salieri, Rosenberg, Torwart en hoe je vijanden allemaal ook mogen heten. En dan nog wat. Vlak voor mijn vertrek werd mij een pamflet in handen gespeeld dat jij zou hebben geschreven. God geve dat het niet waar is, want dan ziet het er beroerd voor je uit. Zodra ik in Wenen ben, zal ik je opzoeken. Zodat je me kunt uitleggen wat dit voor mijn sollicitatie betekent. Thank you.
Dat is anderhalf keer zoveel als je hier voor een opera krijgt. We zouden eindelijk uit de schulden zijn en weer eens naar een fatsoenlijk huis kunnen uitkijken. Ho, 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 ho. Als je de reis- en verblijfkosten van het bedrag aftrekt, ziet het er lang niet zo florissant uit. Onzin. Wat kost het helemaal voor één persoon om naar Engeland te reizen? Wie heeft het hier over één persoon? Als ik ga, ga ik alleen met jou. Maar Wolfgang, je weet toch dat ik me nog steeds niet gezond voel? Ik ben nog niet in staat lange reizen te maken. En deze Aurélie wil je al in december in Londen hebben. Dan vind je anders kip lekker als je met Zusmaier in baden zit te flikvlooien. Laat Zusmaier er alsjeblieft buiten. Ik ben met jou getrouwd. Denk je dat ik niet weet wat er gebeurd is toen ik in Frankfurt was? Krijgen we dat weer? Ja, ik zal je daar niet mee lastigvallen. Nee, toch, de kuise broeder Wolfgang. Als hij een vrouw ziet, gaat hij blozen en slaat hij zijn ogen neer. Oh, zo bedeesd is hij. Ik zei toch dat ik je er niet over zou lastigvallen? Trek nou niet zo'n ongelukkig gezicht. Hoe moet ik dan kijken? Ik snap jou niet. Je krijgt een vorstelijk aanbod. Ik vind dat je het niet mag laten lopen en ik laat je gaan. En dan is het niet goed. Ik ga niet naar Londen om... Omdat ik nog niet kan. Er is iets dat me hier houdt. Wat dan? Weet ik niet. Bovendien, als ik zou gaan, dan zouden we elkaar in 2 jaar maar een paar maanden gezien hebben. Al bood Aurélie me het dubbele, dat is het me niet waard. Het lijkt er meer op dat je hier blijft om een eer te bewaken. Het lijkt er meer op dat jij alles doet om me weg te krijgen. Oh, blijf dan maar, blijf dan maar. Maar als er niet gauw geld op tafel komt, hebben we zelfs geen grosje om hout voor de kachel te kopen. Dan stoken we de piano voort op. Oh, je zou raar opkijken als ik het deed, Wolfgang Amadee Mozart. Heel raar! Ik zou jou soms ook wel eens willen opstoken. Eigenlijk gelukkig maar dat heksen niet willen branden. Zie je dat niet? Pakken? Waar ga je naartoe? Allora. Om te beginnen moet ik de stad uit. Bevel van Ogerant. Maar als ze mij een passaporte geven, ga ik naar Santo Petersburg of Londra. Ik snap er niks van. Wat is er gebeurd? Dat pamfletje heeft mij de das omgedaan. Daar was ik al bang voor. Daar was ik al bang voor toen ik het in Frankfurt las. Hoe haalde je het in vredesnaam in je hoofd om de keizer te beledigen? Ik heb een spelletje gespeeld en verloren. Basta. Het was niet zo intelligent om dat pamfletje te schrijven. Maar, sabe, het gekke was, toen ik het af had, voelde ik mij opgelucht. Una cosa rara, no? Je hebt gespuwd in de hand die je voedde. Wanneer die je niet bevalt, moet je hem stilletjes de rug toekeren. Anders slaat hij je dood. Je bent stom geweest, Lorenzo. Piano, Mozart, hè? Escuta. Jij en ik zijn 2 differenti soorten mensen. Jij bent een burger, ik ben een overling. Jij voelt je het beste thuis tussen mensen die zijn zoals jij, die denken zoals jij. Maar ik hoor aan of thuis. Ik ben een dichter, ik ben een... Un prestidigitatore, come si dice in tedesco? Goochelaar. Goochelaar. Ik ben goochelaar met paroli. Daarom voel ik me thuis in een milieu met intriges, waar je iets kunt bereiken met de kunst van het veinzen. Waar alles een dubbelzinnige betekenis heeft. Capito? Ja. Bene. Escuta. Een noot klinkt als een noot en als niets anders. Capito? Maar paroli kunnen altijd iets anders betekenen dan ze schijnen te betekenen. En daardoor zijn ze ook veel gevaarlijker dan jouw noten. E certo. En dat ik in de problemen zit vanwege iets dat ik heb geschreven, dat zou een musicus nooit kunnen overkomen, capito?
Ik ben in... Orzel. Ik ben in Orzel en het Of is de stal waar Orzels te vinden zijn. Ik mag met anderen vliegen om de strand te vechten, zolang ik de koe maar niet steek. Kijk, nu heb ik gesproken, net doet. Met opzet of per ongeluk? Dat weet je nooit van tevoren. Dat bepaal je pas achteraf. In elk geval moet de Orzel voor de toekomst een andere stal, een andere strand, met andere koe gaan zoeken. Hebben ze je ontslagen? Heb je ook raar, hè? Ik moet me ergens buiten winnen beschikbaar houden. De politie is nog niet klaar met mij. Dan hoef ik jou ook niet meer te vragen of ik nog kans heb op die functie van tweede kapelmeester. Oh, die kan je vergeten. En ik, stupido, dacht dat aartshertog Frans de nieuwe imperatore zou worden. Daarom heb ik je ook aangeraden hem op voorspraak te vragen. Maar ik heb me vergist. Scusi, Mozart. Ach, laat maar. Jij kan het ook niet helpen. Ik weet niet eens of ik dat baantje eigenlijk wel zo graag wil hebben. Torwart zal wel eens een nopjes zijn met jouw vrouw. Oh, certo. Hij heeft mij hoogstpersoonlijk het theater uitgezet, allora. Weet je, dat Ponte, het lijkt wel alsof ieders leven ineens een andere wending neemt. Eerst Haydn, nou jij. Mij heb je toch niet meer nodig. Je hebt mij zelf geschreven dat de Duitsers opera's in hun eigen taal willen horen. Ja. Amico, waarom ga je niet met mij mee als ik met de politie klaar ben? Oven genoeg in tutta l'Europa. Het zou mij niets verbazen als het over niet al te lange tijd met die hoven gedaan was, Lorenzo. Dan heeft deze dichter geen brood meer. Jij kunt altijd nog een winkeltje openen. al die horloges en die snuifdozen die je in de loop der jaren van het adellijke kanaille hebt gekregen voor je fratsen. Dat noem ik nog eens een degelijk advies. Ik moet er vandoor. Ik heb straks een les. Zien wij elkaar nog voordat je voorgoed vertrekt? Ik denk het wel. Maar opera's zullen we nooit meer samen maken. Die drie die wij gemaakt hebben, die waren goed. Certo. Eccomo. Veel geluk dan. Maak je mij maar geen zorgen, amico. Ik sterf oud en felice in een zacht bed. Arrivederci. Arrivederci, carissimo mio. Is het een sonate? Het wordt een concert, denk ik. Ah. Ja, ik weet het al. Een muzikaal portret van Maria Hofdemel, geboren op Corny. Dat zal ik er met grote letters boven zetten. Het is een beetje droevig. Ben ik zo? Een beetje. Maar de compositeur nog meer. Hela, het zou toch mijn portret worden? Elk portret is ook een portret van de maker. Speel nog eens wat. Ik weet nog niet hoe het verder gaat. Als het een portret wordt, hoef je toch maar naar me te kijken. Het is een portret in muziek en muziek verandert voortdurend van gezicht. Dan staat het vandaag somber. Ja, dat is ook geen wonder. Ik kom net bij Da Ponte vandaan, waar ik heb mogen horen dat ik er niet op hoef te rekenen tweede kapelmeester te worden. Nou ja, zoveel kan me ook niet meer schelen. Is er iets? Ik had je al lang moeten zeggen dat je nooit voor die functie in aanmerking zou komen. Maar ik had er de moed niet toe. Hoe wist jij dat? Hofdemel vertelde het me. Zei hij er ook bij waarom ze me niet moest? Ja, maar ik weet niet of hij het verhaal heeft aangedikt, omdat hij denkt dat je hier niet alleen voor pianoles komt. Wat zei hij dan? Dat je bij het hof weinig vrienden hebt. Bedoel je de stal of de koe? Huh? Ik kan je niet volgen. Ach, dat is iets wat ik vandaag heb geleerd. Bedoelde je het eigenlijke hof of de kliek eromheen? De kliek eromheen. Men vindt je te onbeheerst, onbeschaamd. Ja, te weinig hoveling, ik weet het. Dat is me vandaag alles verteld. En hoe vaker ik het hoor, des te beter bevalt het me. Het gaat ze aan het hof niet om hun muziek, maar om hun manieren.
En als het ze bij hoge uitzonderingen zo met muziek gaat, dan vragen ze zich af of mijn muziek wel gemanierd is. Bah! Ze vonden je muziek opdringerig, zei Hofdemel. Het oor krijgt geen rust. Zo, mijn muziek weet zich dus niet te gedragen in de oren van die snuifdozen. Mooi zo, ik ben tot de conclusie gekomen dat ik die lui niet nodig heb. Ze doe maar. Je gaat je baan als kammercompositeur toch niet opgeven? Denk er niet aan. Ik spuug niet op de hand die me voedt. Maar ik hoef er ook geen gunsten meer van. Uitzonderingen daar gelaten. Uitzonderingen daar gelaten. Mozart, daar ben je eindelijk. Ach, ik was al even bang dat je niet zou komen. Goeiedag, Haydn. Het spijt me dat ik wat aan de late kant kwam. Ik moest lopen. Hier, neem wat rum. Of wil je wat anders? Geef maar wat. Alsjeblieft. Het is zover, hè? Morgen gaat hij naar Londen. Ja. Ja, het is zover. En met jou? Och. Ik hoorde dat O'Reilly je een aanbod heeft gedaan. Hoe weet u dat? Mag ik je Mr. Salomon uit Londen voorstellen? Hij heeft het me verteld. Uit Londen? Wat zeg ik tegen hem, Haydn? Spreekt hij Frans of Italiaans? U kunt Duits spreken. U spreekt Duits? Ja, ik ben in Keulen geboren. Dus u bent degene die onze papa Haydn naar Engeland ontvoert? Ontvoert? Nee, dat niet helemaal. Het slachtoffer heeft een contract ondertekend waarin hij met de ontvoering instemt. Niet waar, Haydn? Zo is het, ja. Dus we gaan u echt verliezen. Ziet u niet op tegen de reis? Nee. Ik verheug me er zelfs op. Vooral om de zee te zien. Ik weet hoe die eruit ziet. Veel water, weinig bergen. Wilt u me even verontschuldigen? Ik zie daar Stephen Storrs binnenkomen. Die heb ik lang niet gezien. Tot straks, Haydn. Tot straks. Waarom ben je niet op O'Reilly's aanbod ingegaan, Mozart? Het leek me een redelijk voorstel. Ja, dat was het ook. Maar ik kan nog niet uit Wenen weg. Ik heb hier nog wat af te maken. Wat dan? Als ik ooit uit Wenen wegga, mag het geen vlucht lijken. Ze zullen hier eerst van me leren houden. En dan zal ik ze in de steek laten. Om ze pijn te doen. Ik ben blij dat je de wereld je tanden weer laat zien. De vorige keer was je zo gedeprimeerd dat ik er helemaal na van werd. Lukt het componeren weer? Dat lukt me altijd wel. Maar zelfs een aap houdt op met zijn kunstjes als hij geen nootjes meer krijgt. Ben je weer met iets bezig? Ja, dat zijn plannen. Ik zal muziek schrijven waarvan hun harten zullen breken. Die Weners die gaan wat beleven. Ik weet dat het gek klinkt als ik het zeg, Wolfgang. Maar pas je een beetje op jezelf als ik weg ben. Wat moet u nodig zeggen? God, Haydn. We zien elkaar toch wel terug, hè? Ik zal proberen op de been te blijven. Ik ook. Mijn heren, er is opgediend. Wolfgang. Je bent dronken. Huh? Wat zou dat? Ik neem niet elke dag afscheid van mijn beste vader. Vriend, bedoel ik. Wat zie je eruit? Je zweet als een paard. Heb je koorts? Wat heb ik? Of je koorts hebt. Dat moet je mij niet vragen. Nou kom, ga zitten. Ga zitten. En doe ik je schoenen uit. Toe, help al een beetje mee. Weet je, Stansie. We zien Haydn nooit meer terug. Oh, zeg nou niet zulke nare dingen. Ik weet het zeker. Hij verdrinkt in die grote grijze zee. Ach, onzin. Als kind ben ik ook de zee overgestoken. Dat was in 17... Ja, nog wat. Ik weet waarover ik praat. Ik was bang. Ik was zo bang als een hond voor al dat water. Al dat water. O, mijn god.
God, wat ben ik dronken. Kom nou hier met je voet. Ik kan er zo niet bij. Oh, dan heb je toch een lekker kontje. Oh, Wolfgang. Hoe kan ik je nou helpen? Oei, Wolfgang. Handen thuis, dat zijn de billen van de heer Soesmaier. Daar moet jij afblijven. Wolfgang, je bent vervelend. Maar dat wil ik niet. Kom eens bij me. Nee, op schoot. Net als vroeger, als je verdrietig was. Ik ben niet verdrietig. Ja, ik wel. Waarom dan? Omdat jij het niet meer bent. Er is zoveel niet meer als vroeger, Stansie. Eigenlijk alles. Soms kan ik er wel om huilen. Maar dat doe ik niet, anders denk jij nog dat ik dronken ben. Maar waarom moet je dan huilen, Wolfje? Omdat wij samen oud... Van de liefde... Ik bedoel van dat gevoel. Van toen. Daarvan zal ik alleen nog iets krijgen in mijn opera's. Je zegt niks. Ik hou. Zie je dan niet dat ik hou? Ach, Jezus Marie. Ik ben dronken. Hou toch niet. Hou nou niet. Stadler, goed dat ik je tref. We doen het. Het gaat door. Wat doen we? Wat gaat door? Jezus, wat zie je eruit? Heb je uitgangen? Niet alles tegelijk. Jozef, wijn gaat. Eerst, Chicaneder en ik gaan een opera maken. Voor zijn theater. We hebben al een sujet, luister. Het wordt iets met tovenarij en Egyptische motieven. Egypte is al aan mode. Volgens Chicaneder trekt dat gegarandeerd volle zalen. Ha! Wenen zal weten wie Mozart is. We stoppen er ook nog wat vrijmetselarij in. Dat past goed bij het Egyptische. Ik vind die Chicaneder ons maar ordinaire spullenbaas. Maar als jij eraan meedoet, zal het vast prachtig worden. Wat mankeert er nou weer aan Chicaneder? Niks, behalve dat het een scharrelaar is. Maar waar heb je in godsnaam gezeten? Het lijkt wel alsof je vannacht niet naar bed bent geweest. Nee, ben ik ook niet. Ben ik ook niet. Ik ben vannacht met Chicaneder en een paar anderen doorgezakt. We hebben de hele opera doorgenomen. Chicaneder vindt dat er ook een ballon in moet. Wat zit je me nou aan te kijken? Volgens mij heb je koorts. Onzin. Het lijkt wel of je lauw dan hem geslikt hebt of zo. Wel, nee. Ik ben met een nieuw pianoconcert begonnen. Ik heb het vanochtend toen ik thuis kwam uitgeschreven. Hier, neem wat wijn. Dat is goed tegen de hoofdpijn. Anders krijg je er wel van. Stadler, ik werk weer. Als ik opsta, heb ik mijn hoofd vol muziek die ik moet opschrijven. Vooropgesteld dat je naar bed gegaan bent. God, wat moet ik nog veel schrijven? Nee, daar moet je niet om lachen. Wacht, laat ik je wat vertellen. In Frankfurt zijn mij de schellen van de ogen gevallen. Oh. Luister nou even. Ik weet mijn hele leven niet beter of ik ben compositeur van muziek. Maar wat een compositeur is, heb ik nooit geweten. Oh? Ja. Wat zijn compositeurs? Zijn ze te vergelijken met dichters, schilders, graveurs? Of toch met pasteibakkers, stalknechten of de opperkoperpoetser van zijn majesteit? In Frankfurt begreep ik ineens alles. Ineens drong het tot me door dat ik altijd het verkeerde met mijn muziek heb nagestreefd. Wat streefde je dan na? Ik wilde iets worden. En de muziek als middel gebruiken om dat te bereiken. Maar nu zie ik dat de muziek niet het middel is, maar het doel zelf. Begrijp je? Half. Ik zal het je uitleggen. Mijn vader heeft me geleerd dat je goed je werk moet doen, God eren en je Heer naar de ogen kijken als je geluk niet wilt mislopen. Ik heb altijd gedacht dat er iets aan deze wijsheid mankeerde. En nu weet ik wat. Zo? Wat dan? Toen ik in Frankfurt was, zag ik daar al die kale jongens rondlopen die door de Jacobijnen, hoe die lui ook mogen heten, Frankrijk waren uitgejaagd. Ik zag hoe ontredderd die nietsnutten waren. Ze konden niet eens hun eigen pruik poederen. Maar bij de audienties vonden ze het doodgewoon dat men hen voorrang verleende. En wat heeft dat met jou te maken?
alleen maar dit. Toen het me weer eens gebeurde, zei ik tegen mezelf... Mijn vader dacht altijd dat hij zijn plaats in de wereld te danken had aan zijn heer. Maar het was precies andersom. De heer heeft de positie te danken aan zijn zogenaamde ondergeschikte. Om het cru te zeggen, de slavernij is geen uitvinding van de slaaf, maar van de meester. Alleen probeert de meester de slaaf te laten denken dat het omgekeerd is. En nu? Toen ik naar Wenen kwam, maakte ik mezelf wijs dat ik vrij was. Ik had geen meester meer. Maar wat deed ik? Je ging als een gek op zoek naar een meester. Precies. Ik bleef me gedragen als een knecht. Ik had de antichambres van Salzburg verruild voor de antichambres van het hof. Nu is dat voorbij. Eindelijk voel ik me vrij. In de nacht van 5 december 1791 is Mozart overleden. U heeft geluisterd naar Mozart 1790. Een hoorspel geschreven door Allard Schreuder. Rolverdeling: Lorenzo da Ponte, Arnold Gelderman, Johan von Torwart, Peter Arians, Wolfgang Amadé Mozart, Marcel Maas, Joseph Haydn, Hans Vierman, Constanze Mozart, Paula Major, Anton Stadler, Jules Hamel, Maria Hofdemel, Ine Veen, Zuusmaier en bode van het Boerktheater Hans Pauwels. Technische realisatie Leon Dubois en Beer Gertenbach. Regie Hans Karsenbach.